Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag een rendang maken. En die maak ik uit het nieuwe kookboek van Inderok. Om te beginnen, begin ik met de boemboe. Ik heb 5 kamirinoten gepoft. En 1 eetlepel korianderzaadjes gepoft. Die heb ik dan een beetje fijn gestampt in mijn vijzeltje. En die gaat zo meteen in mijn keukenmachine. Ik heb het recept een heel klein beetje aangepast. Maar ik schrijf natuurlijk straks precies op wat erin hoort te zitten en wat ik zelf heb gedaan. Een heel klein beetje zonnebloemolie bij, om het nog wat smeuiger te maken. Ik kom bij 10 teentjes knoflook en 2 uien. Ik zal straks even precies opschrijven hoeveel moet wegen allemaal. En ik heb verse gember en laos. Het zout zit er al in. Met het vijzel heb ik een klein beetje zout erbij gedaan. In het originele recept horen 15 lombok. Ja, je hoort het goed, 15 van die dingen. En dan zonder zaadjes en dan nog een paar van die kleine rode pepertjes. Maar dat heb ik niet eens, dus ik heb 6 rode pepers erin gedaan, lombok. Met zaadjes. Er hoort ook nog koenjiet bij. Kurkuma. Vers, maar die heb ik niet vers. Dus ik doe er wat poeder bij. Ongeveer een theelepeltje, anderhalf. Goed, dat gaan we even fijn maken. En als je het gedaan hebt, dan ga je hem aanvraten. Het hoeft niet helemaal super fijn, want het moet heel lang opstaan. Het wordt vanzelf nog veel fijner. Ik had al wat zonnebloemolie in de pan gedaan, maar ik doe er nog een klein beetje bij. Is die fles ook meteen leeg? Dan doe ik het stoofvlees erbij. Ik heb ongeveer 900 gram. Het recept dat ik opschrijf is volgens mij voor 1 kilo. Maar ik pin me er niet aan vast, ik moet het even opzoeken zo meteen. Er komen 2 theelepeltjes tamarindepasta bij. En dat ga ik even een paar minuten aanbakken. Ik doe er ook nog wat zout bij. Ongeveer een half theelepeltje. Dan doe je erbij 4 laurierblaadjes. Citroengastengels. Een stuk of 8, ik heb er 7. En 16 limoenblaadjes. Als je die hebt.
Dan komt erbij een liter kokosroom. Het liefst van het merk Cara, want er zit 24% vet in. Dus niet dit, er zit te weinig vet in. Ik heb het zelf ook niet. Dus ik heb kokosmelk gemaakt van een zandblok. Van twee zandblokken eigenlijk. Dus er moet eigenlijk een liter in van het merk Cara. Maar ik heb mijn eigen zanten gemaakt. Die is ook wel, zit ook over de vet in. En dit is een halve liter. En dat laat ik eerst zo even twee uurtjes pruttelen. Minimaal twee uur. Het hele recept duurt eigenlijk 3,5 uur. En als het vocht tekort komt, het is verdampt, dan doe ik gewoon wat water bij. Of ik maak nog wat meer zand aan met water. Dus ik heb er zelf een halve liter water bij gedaan met 260 gram zand. En meer past ook niet in mijn pannetjes. Ik kijk even hoe ver ik kom. Dit is eigenlijk alles. Nu is het een kwestie van geduld hebben en erbij blijven. Dus ik zou zeggen voor straks. Eet smakelijk. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.